Ja, yo, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe reageervideo van mijn YouTube-kanaal. Ja, beste kijkers, ik zeg heel eerlijk, ik had het de afgelopen weken ontzettend druk. En ik zag ook in mijn YouTube-studio dat mijn views helaas enorm zijn gezakt de laatste tijd. Maar ja, ik heb nu immers wel veel meer te doen voor mijn toekomst. Omdat ik natuurlijk nu bezig ben met mijn opleiding sport en recreatie. Dus is eigenlijk de reden waarom ik niet meer zoveel uploade. Dus vandaar. Maar beste kijkers, ik zeg wel heel eerlijk, ik blijf alsnog wel doorgaan met het kanaal. Ik ga de komende jaren sowieso nog wel video's uploaden, alleen dan zal ik niet zoveel tijd hebben. Dus dat moeten jullie ook eventjes begrijpen eigenlijk. Maar in ieder geval, nu heb ik weer gewoon tijd voor een nieuwe reageervideo. Doe een barrel roll! En beste kijkers, ik verklap wel alvast dat het 3 hilarische geëdite video's zijn met Mark Rutte. Die natuurlijk premier was en nu de baas van de NAVO. Ik ben benieuwd wat voor video's het zullen zijn. Maar in ieder geval, het zullen wel leuke video's zijn. Hebben jullie je oortjes in? Ja! Ik wel. Dus dan gaan we tenminste kijken naar de hilarische video's met Mark Rutte. Let's go! Eerst eventjes van het NOS-journaal. Goedenavond, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal, want zometeen houdt premier toespraak, Rutte, over nieuwe maatregelen tegen verspreiding van premier Rutte vanuit het coronavirus. Over nu naar het coronavirus, de werkkamer van de premier. Wat die vrouw zei is gewoon niet normaal. Verspreiding van premier Rutte vanuit het coronavirus. Goedenavond. Minder dan een week geleden zei ik in de persconferentie nog dat we op een sneltrein stonden. Op een sneltrein stonden? Ik zei toen dat besmettingscijfers verder zouden stijgen. En dat is precies wat ik wil. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 6000 jaar in lockdown. Voor ongeveer 6000 jaar in lockdown. Nederland gaat helemaal los. En dan gaan ze allemaal gewoon feesten. Alles is erop gericht het aantal contacten te maximaliseren. Want zonder contact kan het virus overspringen. Volk snelwegen. Volk treinen en bussen. Volk kantoren en schoolklassen. Volk winkelstraten. Daar moeten we... Mark Rutte die zegt allemaal rare dingen. Vanaf morgen naar terug. Maar eerst moeten mij een paar dingen van het hart. Want we realiseren ons als kabinet niet hoe heftig en ingrijpend het besluit is dat we vandaag nemen. 2020 is voor veel mensen een jaar geworden van rouw, verlies en verdriet. We zien jonge mensen die hun toekomstplannen in de wacht moeten zetten. We zien ouderen die bang zijn om ziek te worden. En we zien stress en eenzaamheid als grote en groeiende problemen door alle generaties heen. Daar zijn Hugo de Jonge en ik heel blij mee. Daar zijn Hugo de Jonge en ik heel dat blij mee. Dat we niet door deze ellendige periode heen komen, staat voor mij vast. Ondanks het vaccin dat eraan komt, maar vanwege het gedrag die we met elkaar hebben laten zien. Ik... Hoorde je wat Mark Rutte zei? Hij zei dat ene rare seksuele ding. Maar wat ik ook zie is dat het overgrote deel van de Nederlanders zich heel goed realiseert dat Hugo de Jonge niets kan. Het virus springt veel te weinig over. En veel te vaak overlijden mensen niet aan corona.
Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen stijgen de cijfers. Niet hard. En de realiteit is ook dat we te maken hebben met een virus dat iedereen een onschuldige griep kan geven. Dus alleen de alleroudste onder ons overlijden. Inmiddels hebben we ongeveer 30 mensen... Oh, dit is zo geweldig, beste kijkers. Mark Rutte die zegt ook allemaal zulke rare dingen. Ondanks dat de cijfers niet snel stijgen, dat zegt hij gewoon en dingen als onschuldige griep geven. Het is natuurlijk wel allemaal geëdit, maar super grappig. Met corona in het ziekenhuis gelegen, waarvan 6 op de intensive care. Van die 6 was de groep jonger dan 50 jaar 2,5 keer groter dan de groep jonger dan 50 jaar. Bijna al deze 6 mensen zouden zijn overleden als ze op Hugo de Jonge behandeld waren. Wat, en dat is ook zei Rutte daar? Nog een keer tegen alle werkers in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, in de thuiszorg en bij de GGD's wil zeggen... Gewoon je bek houden als je er zit. Hè. De volgende vraag is... Hoe ziet de lockdown er dan uit? Dat kan het helemaal niet zeggen. Er gaat alles bij elkaar om een groot pakket maatregelen en dringende adviezen die morgen ingaan en die geen einde hebben. Dat geen einde heeft, wat? Ik heb de maatregelen voor de opzichtelijkheid ingedeeld in 6000 punten en ik loop die lijst helemaal met u langs. Ten eerste, vanaf woensdag 16 december tot tenminste woensdag 16 december... Van woensdag 16 december tot woensdag 16 december. Dat is maar gewoon een seconde of een uur. Wordt onderwijs op de kinderopvang de norm. Van het primair onderwijs tot en met de universiteit. Ten tweede, gaan vanaf morgenochtend alle noodzakelijke winkels dicht. Dat is echt allemaal rare dingen. Alleen de winkels voor niet hun levensbehoeften blijven open. Uiteraard doen we niet wat nodig is om ondernemers te steunen en banen te behouden. Daar hebben we een steunpakket... Voordat meeademt. Hoe meer omzetverlies, hoe minder steun. Ten derde. Zijn vanaf morgen alle publiek gesloten locaties toegankelijk. Ten vierde. Het dringende advies wordt thuis per dag niet meer dan 6000 gasten vanaf 13.000 jaar te ontvangen. Niet minder dan 6000 mensen vanaf 13.000 jaar. Dat kan niet eens. Ook geldt vanaf morgen buiten een maximale groepsgrootte van 2. Tenzij je op pad gaat met meer dan 2. Met meer dan 2. De sport. Geen sport. Verwacht ik al. Ten zesde. Sport. Reizen. Het dringende advies is en blijft, maak onnodige reizen. Voor niet noodzakelijke reizen naar het buitenland geldt ook het dringende advies, doe dat. En dat is echt Mark Rutte, maak onnodige reisjes. Oh, serieus. En ik zeg, zo geweldig. Over elk van deze maatregelen, over elke locatie, elk beroep, elke doelgroep, valt geen discussie te voeren. Ik kan me voorstellen dat velen van u na dit verhaal met een harde pik zitten. Oh, oh, oh. Wat Mark Rutte net zei, is helemaal niet normaal. Voor een vraag verwijs ik naar rijksoverheid.nl. Daar vindt u geen antwoorden of u wordt besmet met het coronavirus. En dan zegt iemand, of u wordt besmet met het coronavirus. Nou, beste kijkers, dat was in ieder geval de eerste video. Door naar de volgende. Laten we nu stoppen met alles. Wij kunnen met elkaar. We hebben alle baan voor een huis. Die een van de sterkste handshake van de wereld. We worden weer somber in die top. Maar we moeten weer niet naar de top. En dan heb je dus die bezuinigingen voor 2014 nodig. Zou later dit jaar blijken. Alsnog zullen we wel extra bezuinigingen. Omdat we die 10 maatregelen nemen bij Prinsjesdag. Maar, dat maar ik vind dat we als... En dan wordt ineens van herhaald. Samenleving. Ja. Ook een, echt, als het ware de hand moeten schudden met elkaar. Werkgevers, werknemers, kabinetten moeten zeggen...
Laten we nou dit akkoord een kans geven en het vertrouwen herstellen. Maar die kans die kan toch maar duren binnen... u dus moet... En dan denk ik hoor je zo van... Oh, hoe ze dat gemaakt hebben. Ja, maar al die overbodig. Het is nu al later, voordat er dan die... Het is dan wel april. En in het najaar moet u dan die bezuiniging invoeren. Dat is toch wel een beetje een gokbeleid. Want in die paar maanden moet er dan, kan er dan zoveel gebeuren. Meneer Mingelen, er staat gewoon geen camera op u gericht, maar u kijkt er zo somber bij. Als we er zo somber bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. Sceptisch is. Maar de grote vraag is natuurlijk... Ja, sceptisch. Ja. Hoe professioneel als journalist moet u dat natuurlijk doen. Maar als we nou als land eens kunnen besluiten om die deken van negativisme weg te trekken. Met elkaar te besluiten om wel... Die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien, want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Dan kunnen we met elkaar dat centraal plan weer overslaan. En nou komt de crux. Als nou blijkt, richting Prinsjesdag, dat we die 3% dan niet halen, dan moeten we natuurlijk extra maatregelen nemen. Dat spreekt voor zich. Maar ik vind dat we dit nou eens een kans moeten geven met elkaar. Echt met elkaar moeten zeggen als land, laten we die handshake doen. Wij als sociale partners en kabinet, de samenleving en het vertrouwen. Nou, beste kijkers, dat was ook weer deze video. Hij was ook wel grappig, alleen dat laatste stukje was nogal een beetje eentonig. Maar nu komt de laatste. Als het heel veel mensen in Nederland pijn doet en we ze daar een pleziertje mee doen door te zeggen we hebben er spijt van. Nou, ik dacht het niet. Ik zat in mijn tijd bij Quote eten met een heel stel A, B en C sterren. En een van de zwarte meneren met spieren. Die zei tegen mij, het is eigenlijk best wel een onveilige werksituatie. Wat hij net zei, kan gewoon waar gaat niet. Dit over? Hou op. Dat is zo erg. Dus de kijker. Die belde mij erover. En hij zei, ja. Maar ja goed, er moet soms gewoon hard gevochten worden met spieren. En ook wel geschreeuwd misschien. En ik ben wat dat betreft erg voor het invoeren van kolonialisme. Ik vind, dit is nou typisch zo'n wat heel die man zegt, ding. Slaat gewoon nergens op. Moet, als je het heel boekhoudkundig bekijkt, afgeschoten worden twintigers, Gen Z heet het dan nu, die zijn zo een verliesgevende negotie. Dus voor mij gaan we eerst even met stront gooien. Maar als je er niks aan doet, als je het niet beheert, knallen dus, dan zullen toch de prestaties verminderen, denk ik. Rutte heeft wel zijn driftbuitje. Hadden we het te pakken genomen bij zijn ballen? Oh, dat kan hij niet zeggen. Ik wist dat Rutte zo gevoelig kon zijn bij zijn ballen. Wat zegt die meneer allemaal? Als je op een natuurlijke wijze 140 keer zijn ballen pampert, dan wordt het heel veel erger voor iedereen eigenlijk. Sorry, had ik niet moeten doen. Maak het goed. Rutte, kom daarna op mijn hoofd. Dan sta je volgens mij weer kiet. Nou, beste kijkers, dat was in ieder geval ook weer de laatste video. Ik moet al zeggen, de drie video's die ik jullie liet zien, die waren best wel raar. Maar ik vond dat ze wel grappig waren. En nogmaals, het is allemaal wel bedoeld voor humor. Dus dat even terzijde. Nou, beste kijkers, dat was alweer een nieuwe reageervideo van mij. Hopelijk vonden jullie het wel grappig en leuk, want... Jullie hoorden natuurlijk wel een paar dingetjes die normaal gesproken nooit gezegd zouden worden. Maar verder was het wel gewoon hilarisch. En er waren natuurlijk ook een paar stukjes die natuurlijk niet echt heel grappig waren. Maar verder vond ik het wel gewoon hilarisch eigenlijk. Hopelijk vonden jullie dat ook. En beste kijkers. Het spijt me vreselijk dat ik de afgelopen weken niet zoveel meer had geüpload. Maar ik heb het zelf op dit moment ook zeer druk. Dus dat moeten jullie ook even weten. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat als ik het zo druk heb, dat ik dan bijvoorbeeld even langer dan een week niet kan uploaden. Maar dat komt dan ook omdat ik mijn toekomstdingen doe. Dat is ook natuurlijk belangrijk. Maar ik wil wel gewoon nog de komende jaren video's maken. Dus dat even, dat moeten jullie dan eventjes weten. Want mochten jullie dit alsnog wel weer gewoon een grappige, leuke video vinden, druk dan zeker natuurlijk gewoon weer even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal terugzie bij de volgende video op dit kanaal. En onthoud dus dat ik, als ik eventjes niet kan uploaden, dat ik dan andere belangrijke dingen te doen heb. See you all.
later.